vandaag sta ik in Park Bos de Haar. En dan denk je misschien, Park Bos? Het is helemaal geen bos, het is alleen maar een open vlakte. Dat klopt. Maar vanaf volgende week gaan we hier beginnen met het planten van 70.000 bomen. En ook ik en boswachter Tim gaan een boom planten hier. Het wordt echt een feest, het wordt heel gezellig en leuk. En Tim, voor wie ga jij een boom planten? Ik ga een boom voor mijn zoon planten. En waarom voor je zoon? Mijn zoon is net 2 geworden. En dat vind ik wel een mooi symbolisch moment voor hem om een boom neer te zetten. En voor nu is het natuurlijk een klein boompje. Maar we planten eigenlijk het bos ook voor de generatie en de generatie daarop. Dus ik heb toch een beetje het idee inderdaad dat ik hier een eik voor hem ga planten. Dat hij hier straks met zijn kinderen loopt en tegen een enorme woudreus al aankijkt. Want een eik, dat is een boom die wel 300-400 jaar mee kan gaan. Ja, deze grond helemaal. Ze gaan het hier verschrikkelijk goed doen. Kijk, dus dat is een mooie, misschien ook voor u leuk om voor uw kind of uw moeder of wie dan ook een boom te kopen. Ik ga een boom planten voor mijn oma, een linde. Mijn oma was dol op lindes. Die vertelde mij altijd dat het versje liefste leerde lotje lopen langs de lange lindelaan. Precies, dus zij is helaas niet meer onder ons, maar toch over haar boom. Ja, en dat is het mooie van die boom. Dat is zo symbolisch. Het is zo'n krachtig element en daar komt alles in samen. Mooi, hè? Doe je mee? Kijk op onze site natuurmonumenten.nl.